Dames en heren, welkom. Fijn dat u in zo'n grote getale hier bent op de eerste kunstexpositie op Golfpark de Hanen. Het is niet de eerste kunstuitstalling, moet ik u vertellen, maar zeker de eerste kunstexpositie. En het bijzondere is dat alle beelden zijn gemaakt door en schilderijen door leden van de Hanen. Dan open ik hiermee formeel de tentoonstelling en wens ik jullie er allemaal heel veel plezier. Nou, of het een expositie laten organiseren, iets apart is, weet ik niet. Maar om een golfbaan te hebben met kunst, dat is, lijkt mij wel heel erg apart. Dat is natuurlijk geïnitieerd door de eigenaar van de golfbaan, Hans de Wilde, die veel met kunst heeft. En begonnen is met een kunstroute hier. Is dat toegankelijk voor het publiek? Kan iedereen daar naartoe? Ja, iedereen kan hier naartoe. We hebben 2 kilometer paden. Die zijn vrij toegankelijk. Van daaruit kunt u al de kunst bekijken. En ook een stukje historie van het golfpark en van vroeger van het missiehuis. Maar al de beelden zitten rondom die 2 kilometer paden. Attractie is de vijver natuurlijk waar Juliana in heeft gezwommen. Vertelt u daar eens iets van? In 1945 was prinses Juliana hier in Breda, in Anneville. En zij vroeg van, ik wil ergens gaan zwemmen. En toen was maar 1 plek waar hij in Breda kon zwemmen. En dat was eigenlijk hier in het broederklooster. Bij Zuiderhout. En toen is ze daar, dat was een zwemvijver van de paters en de broeders. En daar heeft zij in 1945 gezwommen. Omdat we het heel erg belangrijk vinden dat iedereen in aanraking komt met kunst. En wat ik zo mooi vind van dit initiatief, dat dit eigenlijk weer een soort semi-openbare plek is. Het verenigingsgebouw, een vereniging die zijn eigen leden stimuleert om kunst tentoon te stellen voor de eigen leden, maar ook voor de omgeving, waardoor er ook wel weer een verbinding komt tussen de buurt waarin de vereniging gelegen is en dat mensen daar ook kunnen komen. Dus ja, wat mij betreft, wat de gemeente Breda betreft, kan er niet genoeg aandacht zijn voor kunst en kunnen er niet genoeg mogelijkheden zijn om mensen daarmee in aanraking te laten komen.